De IBIS Literatuurprijs is zaterdag uitgereikt aan Joyce Pereira voor haar kort verhaal of prozastuk Ik ben Germaine. De IBIS Literatuurprijs is voor de eerste keer uitgereikt en is afkomstig van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Taalunie. De prijs is bedoeld om Surinaamse taalkunstenaars die creatief omgaan met teksten in het Surinaams, Nederlands of een andere Surinaamse taal te waarderen en te stimuleren. Hoofdjury Chandra van Binnendijk legt uit waarom Pereira de hoofdprijs won. Na intensief overleg besloot de jury om de IBIS-prijs 2022 toe te kennen aan een verontrustend verhaal dat als een mes binnenkwam. Een moedig en eerlijk verhaal waarin een jonge man zijn leven in de gevangenis beschrijft. Een rauwe vertelling uit het leven gegrepen. Geschreven met een scherp oog voor details, met overtuigende dialogen en vol observaties die onmiskenbaar van binnenuit zijn opgetekend. De jury spreekt haar lof uit voor deze auteur die een kant van onze maatschappij naar voren brengt die wij het liefst niet willen zien. Met de keus voor dit onderwerp heeft de auteur een gedurfd staaltje engagement getoond. De IBIS-prijs is daarom voor Joyce Pereira, voor haar indrukwekkende verhaal Ik ben Germaine. Van Binnendijk gaf verder aan dat er ruim 39 inzendingen waren in verschillende categorieën. Daaruit kwam er een shortlist met 5 genomineerden. Naast Pereira kreeg Ismene Krishnadat een bijzondere erkenning voor haar inzending van 9 kinderversjes. Jouw gedichten die hebben wij gelezen eigenlijk, ik noem het blind, niet wetende van wie die gedichten waren. Dus ze waren zo ingenomen, prachtig. En toen ik ze las, dacht ik aan het krinkelende, winkelende waterding van Guido Gezelle. Zo van sprankelende tonen en klanken. En ik denk, geweldig, zo dat iemand op deze manier kan omgaan met taal, metaforen, etc. En toen we later merkten van, het is van Ismene, dacht ik, of course, the master. Alsjeblieft, het is een erkenning voor hem. Nou, ik ben natuurlijk heel erg vereerd met deze erkenning die ik heb gekregen. Ik heb die gedichten trouwens ook met heel veel plezier gemaakt. Los van Pereira en Krishnadat zijn de 3 andere genomineerden, Bijawati Lachun Singh, Ariando Torrijo en Kevin Hadley. Lachun Singh kreeg ook een bemoedigingsprijs.